Nou, Tess, je pakt het lekker snel op. Het fabuleuze leven van Aesopus. Nou, het is even wat. Ze hebben het zelf uitgekozen. Het is vrij zwaar. Zwaar. Ja, denk ik, voor vierjarigen. En hoe oud ben jij, Tessa? Vier. Ben je al vier? Nee. Hoe oud ben jij? Drie, hè? Mm-mm. Ja. Vier. Zullen we gewoon even de plaatjes kijken? Maar waarom zit ze? Ja, dat weet ik niet. Op een dag, ongeveer 2500 jaar geleden, werd ergens in de buurt van Griekenland een kind geboren. Kijk hier. Ja! Ja! Wanneer en waar precies weten we niet, want de ouders van het kind waren slaven. Hun namen kennen we niet. Ze werden door niemand opgeschreven. Maar hoe ze hun kleine jongen noemden, weten we wel. Aesopus. De kleine Aesopus werd al snel bij zijn ouders vandaan gehaald. Hij moest druiven gaan plukken in een wijngaard op Samos. En een heet en droog eiland in de Middellandse Zee. Knuffelkontjes zijn jullie. De meester heeft stinkvoeten, fluisterde een van de slaven in de wijngaard eens tegen Aesopus. De meester hoorde het en Aesopus zag de man nooit meer terug. Zo kwam Aesopus erachter dat slaven niet zomaar alles konden zeggen. Hij begreep dat hij, als zijn meester in de buurt was, goed op zijn woorden moest letten. De slaven leerden met elkaar praten op een manier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7, niet zo, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, zo kijk. Nee, kijk. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, het worden er steeds meer. Ja. Ik ga nog even verder met lezen. Slaven leerden met elkaar praten op een manier die hen niet in de moeilijkheden kon brengen. Ze vertelden elkaar dierenverhalen. Heb je het al gehoord? Zei degene die naast Aesopus druiven stond te plukken. Een dag na de uitspraak over de stinkvoeten van de meester. Ik ben ook stil. De leeuw is in een stekel gestapt. Zijn poot is ontstoken. En Aesopus dacht even na. Aha, zei hij toen. Nu begrijp ik waarom zijn poot zo stinkt. Zo leerde Aesopus spreken in geheimtaal. Wat hebben jullie, mot? Hebben jullie een fitty? Nee? Oh, gelukkig. Ja, wel. Oh, wel. En wat? Nou, dan gaan we dat even oplossen. Vertel eens, wat is er aan de hand, Tess? Kijk, een hele grote. Een hele grote vogel. Ja. En die gaat bubbels pakken. Gaat hij bubbels weer? Ja, of laat hij iets vallen? Op een dag stond het water in de put zo laag dat de slaven er met de emmer... Kijk, hij zou zo'n vleugel hierin doen. Ja, niet bij konden. Aesopus vond er iets op. Wat slim van je. Maar ze heeft nagellakken. Ja, inderdaad. Zo ziet het er wel uit. Wat slim van je, riepen alle andere slaven en ze schoten hem meteen te hulp. Het water steeg en stond al snel weer tot de rand van de put. Hoera, riepen de slaven. De meester, die Xanthus heette, hoorde het en kwam kijken. Je bent slim genoeg om andere slaven te helpen, zei hij tegen Aesopus. Denk je dat je ook slim genoeg bent om je meester te helpen? Aesopus aarzelde. Hij dacht van wel, maar hij was bang dat Xanthus boos zou worden als hij dat zei en besloot hem te antwoorden in geheimtaal. Mag ik nog niet een stengeltje? Oh ja, die gingen we eten. Ik lees heel even deze bladzijde en dan pakken we even de stengel. Er was eens een muis die per ongeluk tegen een slapende leeuw botste. De leeuw werd wakker en greep hem. Laat me gaan, smeekte de muis. Op een dag zal ik je ervoor belonen. De leeuw brulde van het lachen. Hoe denk jij dat te gaan doen, kleintje? Vroeg hij. Maar hij liet de muis wel los. De volgende dag kwam de leeuw in het net van een jager terecht. Help! Brulde hij. De muis kwam aangerend,
knaagde het net stuk en de leeuw was vrij. Zie je wel, zei de muis. Zelfs een piepklein muisje kan een machtige leeuw te hulp schieten. Aesop zweeg. Heel bij de hand, klein muisje, lachte Xanthus. Kom voortaan maar bij mij thuis werken, dan kun je de netten stuk knagen waarin ik gevangen dreig te raken.